Ik vergelijk haar altijd met Boef. Ik heb deze clip nog nooit gezien. Dan heb je niet geleefd. Zelf aftrekken. Ja, aftrekken met je piemel zo saai. Ja. Is dat raar dat ik dat zeg? Dat is Madonna. Ja? Ja. Toen was ze nog jong, zeg. Toch? Like a virgin, toch? Madonna. Oh, that's so me. Ik heb deze clip nog nooit gezien. Dan heb je niet geleefd. Oh, die clip is al een beetje dof achter. Ja. Die camera lens. Dat is vroeger. Andere kwaliteit. Kijk even hoe ze er nu uitziet. Oh ja, trouwens. Ja. Kijk nu naar jou. Michael Jackson is de king of pop. Zij is de queen of pop. Daarom krijgt ze van mij een like. Ik zie de vergelijking. Ook een rode lipstick op. Nou, mevrouw, je bent van Madonna. Nou, Ik vergelijk haar altijd met Boef. Ik heb niet echt een hele grote mening over Madonna. Ik weet dat iedereen haar fantastisch vindt. Maar ik heb gewoon niet heel veel van haar gezien. Of ik weet niet zo heel veel van haar. Iedereen loopt dan te haten op Boef. Van ja, dat kan je toch niet zeggen, dit en dat. En dan zeg ik van, luister. Elke grote artiest, of het nou in de jaren 70, 80, 90 was, gewoon altijd. Is controversieel. Ja. Jezus Christus kruis. Ja. Liep ze ook voor de vagina te zwaaien. Daar hadden mensen van 30 en 40 toen ook overal een mening over. En de kiddo's van 14, die vonden het helemaal geweldig. Ja, dat het voor ik vind het alleen grappig nu dat ik zeg maar Engels versta, dat ik weet wat ik al die tijd ging meezingen met mijn zus. Ja, bro. Wat jouw herinnering aan je ontmaagding? Mijn ontmaagding? Pure hel. Mijn ontmaagding was een pure hel. Ja, ik had wel een klein dik of zo bij ontmaagding. Dus ja, ik dacht van, is dit het nou? Ik kan het ook nog wel herinneren. Was op Oud en Nieuw. Ja. Oh, ja. Dat wist ik van jou. Ging gewoon knallend het nieuwe jaar in. Ja, toen heb ik een liedje geschreven, like a virgin. Nou. Skip of like? Like. Like, dit is een like. Ja, ik weet niet, man. Ik zeg skip wel. Ik ga er komen een goede hoop in. Nou, hoop het ook. Like. Oké. Okay. Like. Like. Mikey. Zag je die blik? Nou, die hebben we net helemaal in de keuken op staan dansen. Ja. Vanochtend. Dit nummer, dan kan je niet stil blijven zitten houden. Ja, ik hou hier dus echt niet van. Niet? Mm. Ja, doof. Ja man, hij is echt tof. Ik vind hem sowieso een legend. Ja, precies dat is het woord dat ik zou gebruiken, legend. Ik heb er dus nooit wat mee gehad. Ik kan me eigenlijk vroeger alleen maar gewoon herinneren dat hij altijd heel negatief in het nieuws was. Michael Jackson, allerbeste artiest van deze wereld. Ja. Ooit. Echt jammer. Shout-out naar jou, man. Nee, er komt niemand. Toen hij ook doodging, nooit zo'n chaos geweest ooit om een artiest. En zoveel mensen hebben hem ook nagedaan of zijn geïnspireerd door hem. Ja, ja. Maar het is geen vraagstuk over hoe goed Michael Jackson was. Hij was het allerbeste. Yeah. Zou jij een als date zeg maar naar een enge film gaan? Ik denk het niet. Het is een goede date, maar niet een goede eerste date. Het is wel een makkelijke date. Als je de eerste date meteen al langs moet bij de ouders, dat is ruk. Ja, dat beter je gewoon doen. Lekker anoniem in een donkere zaal. Ik kon echt niet tegen horen. Nee, ik ook niet. Ja, ik ook. Het leuke daarin is dat je dan gewoon een soort van expres gewoon zo gaat zitten. Ja, oké, dan snap ik het wel, maar ik word er helemaal naar van. Gewoon. Dus deze clip, Michael Jackson, Thriller, gaan we die skippen of liken? Liken, 1000% liken. Ik zou deze video sowieso liken. Ik zou deze 10 keer liken. Ik zou, ja, na het commentaar van ons zou ik zeggen skip. Ja, oké, okay, skip. We skippen dan. Sowieso liken. Ja, ja, dit is zo'n legendarische clip gewoon. Dit kan niet anders. Ja, sowieso like. Ja. Zullen we hem gewoon even liken? Elke keer, ja, like maar. Dat is wel master, het is wel een kunstwerk. Maar elke keer die 20 minuten checken. Nooit meer af kunnen checken. Michael Jackson. Maar dit nummer herken ik wel gewoon echt. En dit brengt je wel in een vrolijke vibe. Ik vind het ook mooi dat die clip gewoon zo... Ja, als je dat nu zou maken, dan zou iedereen hebben van... Wat is dit voor gaande clip dat die dingen gewoon zo uit het beeld verdwijnen. Heel erg, maar ik heb deze clip nooit gezien. Ik ook nog nooit. Oh, die kapsels. Ja, mijn moeder had ook zo'n kapsel. Ja, echt.
ziet er wel een beetje batty uit, man. Wake me up before you go, go. En yo, yo. Hoe die trui? Sportpants, nee. Before you go, go. I don't wanna miss it when you hit that high. Waar kunnen we jou nou voor wakker maken, Bart? Gaan windsurfen. Ik zat te denken van... Als ik op windsurfweekendjes ga, dan slaap je ook bijna. Maar dat ben je gewoon meteen kwijt, die moeheid, als je gewoon op het water staat. Nou, waar je mij voor kan wakker maken is... geld. Iedereen mag me wakker maken voor Indonesian food. Kaas. Kun je me altijd voor wakker maken? Ja, kaas. Alle soorten kaas. Ik heb wel eens gedacht van maak me alsjeblieft niet wakker. Ook niet voor eten, want what the fuck. Linda, als er nou een knappe jongen naast je ligt en die zegt... Linda, ik wil echt seks met je. Zou je het dan doen? Natuurlijk. Dus als ik bij jou om 3 uur 's nachts aankom... Met een bord rijst? Met een bord rijst. Ik eet het voor je neus op. Echt? Ja. Oh, wauw. Deze wil ik liken. Ik wil deze liken. Liken. Ja, maar je moet skippen. Nee, ik ga lekker nog liken. Ja, lekker vrolijk. Ja. Deze zou ik zeker weten liken. Ik zou skippen. Ja, ik zou skippen. We zitten wel op hetzelfde page. Liken sowieso. We liken deze sowieso. Like iets. Ik like deze popcorn ook. Shit. I want to break free. Ja, toch. Queen. Dit is wel master hoor, zo. Weet je dat hij de beste live zanger was? Ja. All I got eats, make-up en allemaal gekke zonnes. Hey, jaren 80, broer. God knows, God knows I want to break free. Ik denk dat als je nu vergelijkt met toen, dat homoseksualiteit nu veel minder een taboe is. Ik denk onder de rappers wel. De rappers, naar mijn mening, die zijn wel echt van een beetje anti-homo. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you. Ik zou, als ik een vrouw was, zou ik geen guy fixen. Als ik voor één dag een jongen zou zijn, zou ik echt de hele dag mezelf aftrekken. Piemel zwaaien. Ja, aftrekken, ja. Met je piemel zo zwaaien. Ja. Is dat raar dat ik dat zeg? Staan plassen. Ik zou gewoon overal, ik moet plassen. En dan zou ik gewoon overal gaan staan. Ik zou sowieso seks hebben. Ik zou willen weten hoe dat voelt met een penis. Ik, het eerste wat ik doe is mezelf vinger op. Nee. Ik zou gewoon naar een club gaan en eindelijk eens niks hoeven af te rekenen. Gewoon profijt. Gewoon lekker teren op mannen. Want dat is wat jullie doen, hè? Liken of skip? Oh, like het sowieso. Like it. Sowieso like het, toch? Absoluut. Ja. Ja. Skip! Skip! Ja, Freddy, Freddy altijd sowieso liken. Sowieso liken. Sowieso liken. Oh. Ja, hoppakee. Wil jij nou meer skip or like zien? Abonneer je dan heel snel op het YouTube-kanaal van Excite. En tot heel snel. Bye. Zelf 80's video's skippen of liken op Excite? Ga nu naar kanaal 25, druk met je afstandsbediening op het pijltje omlaag en ontdek het 80's Flashback Channel. Alleen beschikbaar voor Ziggo-klanten met de Mediabox XL.